De meeste mensen kijken eigenlijk 's avonds voor het slapen gaan vaker naar hun telefoon dan naar hun partner. Maar wat doet dat eigenlijk met onze slaap? Het korte antwoord op deze vraag is ja. Onze telefoon heeft een negatief effect op onze slaap. En dat komt door het licht wat van onze telefoon afkomt, maar ook door wat we met onze telefoon doen. Licht heeft een direct effect op onze biologische klok en daardoor dus ook op ons slaap-waakritme. Die biologische klok die zorgt ervoor dat onze bloeddruk, maar ook onze hartfrequentie en de slaap-waakcyclus onderhevig zijn aan een 24-uursritme. Maar de omlooptijd van onze biologische klok is niet precies 24 uur. Die klok doet daar van nature wat langer over. Daarom moet die klok eigenlijk iedere dag opnieuw weer gelijk gezet worden. En daar heeft de natuur iets heel moois op bedacht. Het ochtendzonnetje. Het is het licht dat 's morgens onze klok weer gelijk zet met het 24-uursritme van onze aarde. Maar als je 's avonds vlak voor het slapen gaan nog even naar het licht van je telefoon ligt te turen, dan denkt die biologische klok, hé, het is nog dag. Daardoor wordt het lastiger om in slaap te vallen. Maar de volgende ochtend loopt de wekker wel op de gebruikelijke tijd af. En dat betekent eigenlijk dat je die nacht dus te weinig slaap krijgt. In het netvlies zitten allerlei lichtgevoelige cellen, zoals de staafjes en de kegeltjes waarmee we elkaar kunnen zien. Maar recent is aangetoond dat er nog een derde groep van lichtgevoelige cellen is. En dat zijn schakelcellen die, wanneer zij licht ontvangen, een signaal geven aan de biologische klok in de hersenen dat het nog dag is. Ochtendlicht is eigenlijk opgebouwd uit verschillende kleuren. Dat zie je ook heel mooi als je naar de regenboog kijkt. Dan heb je aan de ene kant van de regenboog rood licht, aan de andere kant blauw licht. En deze schakelcellen zijn juist het meest gevoelig voor blauw licht. En dat is nou net het licht van onze telefoon. Mail en social media apps geven over het algemeen meer stress en zenden ook meer blauw licht uit dan bijvoorbeeld een spelletje of een YouTube filmpje. Je kunt dus voor het slapen gaan beter even Angry Birds spelen dan bijvoorbeeld nog eventjes naar je werkmail kijken. Maar het allerbeste is natuurlijk om je telefoon voor het slapen gaan helemaal niet meer te gebruiken. En mocht je toch de verleiding niet kunnen weerstaan om 's avonds nog even naar je telefoon te gluren, installeer dan een app die ervoor zorgt dat het blauwe licht uit je scherm wordt weggefilterd. Die televisie staat natuurlijk op een flinke afstand, terwijl je telefoon heel dicht bij je gezicht is. Dat betekent dat je veel meer licht op je netvlies krijgt van je telefoon dan van de televisie. En dat betekent dus dat 's avonds voor het slapen gaan naar je telefoon kijken slechter voor je slaap is dan naar de televisie kijken. En of het nu komt door het blauwe licht, door wat je op je telefoon doet, of doordat je simpelweg later gaat slapen omdat je je telefoon gebruikt, één ding is zeker. Er is een verband tussen telefoongebruik en slecht slapen. Mijn advies? Leg je telefoon een uur voor het slapen gaan weg. Dat is misschien ook beter voor je liefdesleven. En wil je meer weten over slaap? Kijk dan naar mijn college over de biologische klok.